In een studie uit 1999, met als titel Global Estimates of Fatal Occupational Accidents, sprak men van 1,1 miljoen werkgerelateerde overlijdens op jaarbasis. In 2014 sprak de vernieuwde studie over 2,4 miljoen mensenlevens en recente cijfers gaan richting de 3 miljoen. Omgerekend laten er 6 mensen per minuut het leven door te gaan werken. De cijfers hebben een waarde, al is de conclusie dat we slecht bezig zijn de fouten. Op de website van Injury Facts vind je een interactieve kaart die een dalende trend zal laten zien. Wat je daar ook zal zien, is dat niet elk land ter wereld al data deelt. De waarde van de cijfers zit dus ergens anders. We zien dat meer en meer landen wel cijfers beginnen te verzamelen. Wat op zich betekent dat veiligheid nog steeds alle dagen aan bewustzijn wint. En dat bewustzijn blijven verhogen, dat doen we bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met anderen. Wat volgt is een compilatie van antwoorden rond de vraag: wat is veiligheid voor u? Vanuit die dat open naar kijkt, dan is het met name het voorkomen van de voorvallen waar we niet mee geconfronteerd willen worden. Veiligheid is dat iedereen op het einde van de dag, hè, op met een goede gezondheid en zonder ongevallen naar huis kan gaan. Iedereen begon met dezelfde twee antwoorden. Eerst de academische definitie, gevolgd door het intrinsieke gestuurde gevoel dat we met z'n allen ongeschonden naar huis moeten keren na een dag werken. Op zich was dat een heel geruststellende vaststelling. We staan er misschien wel wat te weinig bij stil, echter het feit dat deze twee zaken blijkbaar toch al collectief in het geheugen zijn gegrift, dat op zich is al een enorme verwezenlijking. De theorie, die zit dus wel snor. Er is dan de vraag nog, hoe zit het nu eigenlijk met de praktijk? Nu, er is ook altijd wel een gevoel aan gekoppeld. Want veiligheid is iets, ik vind dat je dat op je werkdag ervaarde dat een aantal keren per dag van oké, ik ben hier veilig bezig, je draagt PBM's voor bepaalde taken, moeten bepaalde procedures volgen. Dus dat is ook iets dat bij mij heel gevoelsmatig is. Ik bedoelde juist mee gevoelsmatig? Ja, het gevoelsmatige is, ik ga gewoon een voorbeeld geven. In het begin dat ik werkte als stokteller, ik ben niet super scheutig op enorme hoogtes, dus dat is wel even winnen geweest. Maar dan had ik zo, als ik tussen de rekken in het begin van de gang ergens aan het tellen was, soms wel een beetje een benauwd gevoel, niet alleen omdat ik zo hoog zat, maar ook omdat ik weet dat er bijvoorbeeld mensen met rollend materieel tussen die rekken rijden. Een van de dingen waar ik mij toen zorgen over maakte, was bijvoorbeeld de zichtbaarheid. Als er iemand achter de hoek komt ingedraaid en ik sta daar met een hoogtewerker, en je kan niet op tijd stoppen, dan heb je iets voor. Dus dat is bijvoorbeeld het gevoelsmatige. Ik heb daar toen een safety observation voor ingevuld. Met een manager afgegeven. En ik heb dan geopperd om te zeggen van, zie, kunnen we niet werken met oranje kegels die dat we in het begin van de gang zitten, zodanig dat de chauffeur weet dat hij daar niet mee ging rijden met zijn reach truck. Dus dat je je gang eigenlijk kunt blokkeren, veranderen rond materieel. En dat was binnen de 3-4 dagen was dat in orde. Dus, maar dat is, denk bij mij, als ik over veiligheid nadenk, kom ik ook altijd wel een stuk op mijn gevoel af. Voel ik mij veilig? Wat kan er hier in het slechtste geval gebeuren? En kunnen we er iets aan doen? Maar veiligheid voor mij is een omstandigheden, een situatie, waarin de risico's die er zijn voor fysieke of mentale schade zoveel mogelijk beperkt zijn. Ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op de vraag. Het is een situatie dat er gecreëerd wordt waar men zich ook veilig voelt, maar waar men ook de potentiële risico's die er zijn, dat die zoveel mogelijk beperkt zijn. En dat op een manier is dat dan ook vanzelfsprekend aanvoelt, dat het dus eerder de omstandigheden is die wordt aangepast, eerder dan dat je verwacht dat de mensen zich veilig gaan gedragen. Het is een interessant antwoord, want je zit een tweede dat ik interview. Het is eigenlijk de tweede mens die het eigenlijk direct heeft over gevoel of gevoelsmatig. Ja. Kun je dat misschien een beetje duiden? Voor mij is het ook een deel, het blijft ook een subjectief begrip. Het is eigenlijk een waarde
die je toekent. Nu begin je te filosofisch te worden. Nee, dat mag. Maar uiteindelijk, want het is ook, alles wat je doet is een risico. Als je opstaat uit bed, het is een risico dat je valt. Dus ja, wat is veiligheid? Je kunt zeggen van de lucht die je inademt, contacten die je hebt met andere mensen, zeker nu met COVID, risico op infectieziekten. Dus alles is een risico. Dus naar veiligheid is nooit absoluut. Veiligheid is nooit een absoluut. Het is een soort van een evenwicht dat je hebt tussen wat is een aanvaardbaar risico. Een risico is nooit nul. Dus voor mij is veiligheid dat een situatie, een kader dat je schept, waarin zoveel mogelijk aangekaart is. En daarmee die procedures en regels. Voor mij zijn procedures die dan, dat de mensen hebben nagedacht over een bepaalde, als we het dan specifiek hebben over een werkomstandigheid, dat er procedures in kaart zijn gebracht van als men, en men gaat op die manier werken en dan houdt dat die risico's in. Als je het gaat laten afhangen van de procedures en regels om veiligheid te creëren, dan vind ik, dan ben je gevaarlijk bezig. Veiligheid is een heel belangrijk punt, zeker in de job waar wat wij doen. Dus er wordt wel heel streng op toegezien. Of dat altijd wordt uitgevoerd, dat is een andere vraag, maar er wordt wel streng op toegezien. En wat bedoel je mee, of dat altijd wordt uitgevoerd? Er staat ook enorm veel druk op onze schouders, bijvoorbeeld de schepen die op tijd weg moeten. Wel, veiligheid is het belangrijkste, maar de productie is ook wel heel belangrijk. Veiligheid kan zeker niet gegarandeerd worden. Wij staan zelf in, voor wij aan de shift beginnen, geven wij een kleine meeting, ik zal zeggen, voordat wij in een boot stappen. En wij een take 5 noemen ze dat bij ons. Dat is een soort... Dat zijn 5 puntjes waarop je zegt van op dat moeten letten, dat gaan we doen. We gaan dat materiaal gebruiken. Zodanig gaat iedereen mee is in het verhaal. En dan moeten wij zelf ons materiaal een beetje controleren. Maar dat is al enkel op zicht natuurlijk. En tussen de shift controleren we nog eens of dat er geen beschadigingen zijn. Omdat we altijd met zwaar gewicht werken. En dat is ons, ja... Ons veilige functie eigenlijk. Absoluut veiligheid bestaat niet. Ik zie altijd van die hele mooie slogans naar zero. We gaan alles verbannen. Nou, dan heb ik zoiets van, doe de poort dicht. Zet hem op slot. Zet alle apparatuur uit. Stuur de mensen naar huis. Want dan heb je gewoon zero harm. Waar mensen werken... ontstaan incidenten. En dat kan je terugbrengen naar de aard van de mens. Hoe komt die persoon naar zijn werk toe? Hoe wordt die geëquipeerd om zijn werk uit te voeren? En dat gebeurt nooit perfect. En denk je dat zelfs als je iemand volledig equipeert, als je iemand volledig traint, dat je dan veiligheid altijd kunt garanderen? Nee. Dat is een utopie, om dat te gaan leren. Ik zou het willen, maar hoe meer ik lees, hoe meer ik me verdiep, hoe meer ik realiseer dat 100% veiligheid niet te garanderen is. Het beste wat ik... En dat wil niet zeggen een doel als zero niet mooi is. Maar dat... men denkt van oké, dat hierdoor incidenten worden uitgebannen, dan dat zou kunnen leiden tot een perverse prikkel om niks te melden. Ik wil meldingen hebben. Ik wil begrijpen wat gebeurt in mijn fabriek, of in mijn installatie, of in mijn systeem. Ik wil met mijn mensen praten. Door met hun te praten, door met de mensen die echt het werk doen, ga je achterkomen wat er speelt. Door nieuwsgierig te zijn. Hey, hoe doe je dat? Vertel me. Laat me het zien. Jij doet dit dagelijks. Wat kunnen we beter doen?
Wat heb jij nodig om jouw werk te doen? Daar gaat veiligheid over. Ze denken dat ze het weten omdat ze het zo hebben aangeleerd of zo, dat ze het jaren op die manier hebben gedaan. Wat dat niet wil betekenen dat dat de juiste manier of de veilige manier is. Hè. Je komt op een bepaalde werf van een bepaalde project en je verwacht dat dat steelmannen zijn, terwijl dat ze de verkeerde manier van werken hanteren. En dat is omdat ze zich overschatten. Ze kennen niet de juiste manier of de laatste nieuwe technieken hebben ze niet mee. En dat is wat ik zeg, ja, dat was de Donnie Kruger effect of zo. En dan heb je nog die andere, wanneer dat de Hawthorne effect, ik weet niet of je er al iets van gehoord hebt. Hè? Wanneer dat mensen dat die geobserveerd zijn, dat die zich beter gaan gedragen of veiliger werken eigenlijk. Dus ja, dus dat inschatting is... Dat kun je pas weten als je dit een tijdje observeert. Het is niet dat je eraan komt en je ziet iets, maar je moet je effectief een tijdje observeren en de mensen ook een beetje kent van wat dat hun kennis uiteindelijk is. Hè. Wat dat moeilijk maakt voor veiligheidsmensen die veiligheidsrondjes belopen. Als je geen persoonlijk contact hebt, ja, dan weet je niet of dat die persoon de kennis heeft of niet. Zie, en betekent dat dan dat er soms... Allez, als je dan wat... juist probeert te vertalen. Je hebt een soort van basishandelingen die dat iedereen moet kennen. En je hebt soms mensen die dat die kennen en je hebt soms mensen die dat niet kennen. Hoe komt het eigenlijk dan dat die bepaalde basishandelingen missen? Is dat omdat je die als derde binnentrekt of dat dat nieuwelingen zijn? Of? Ja, dat is zoals dat je zegt. Hè. Als nieuwelingen binnentrekt of je hebt met een project, dan ga je je manpower... verhogen. En dan komen die mensen van andere werven, van waarschijnlijk waar de veiligheidsmentaliteit of veiligheidsgedrag of regels veel lakser waren. En dan komen die op een werf waar dat de normen en de regels strenger zijn. Als mensen de ladders beklimmen op SO, moeten de drie punten contact hanteren. En dat is een basis. Je ziet dat op veel werven. Op sommige werven doen die dat niet. Helaas wel. Dat is ook zo. Je kunt dat anders inschatten. En zelfs persoonlijk, je kunt dat 's maandags anders inschatten dan 's woensdags. Dus dezelfde persoon. Dus dat is het grote gevaar. Nu, meer een deel van de ongevallen die gebeuren, of de incidenten, ja, dat zijn ook menselijke... Ze zeggen altijd, dat zijn menselijke fouten, maar het zijn dikwijls gewoon foute inschattingen dat iemand gemaakt heeft. Nu, die mens die heeft dat misschien al 100 keer gedaan en de goede inschatting gemaakt. Waarom heeft hij nu die een dag de verkeerde inschatting gemaakt? Dus effectief, als je twee mensen op dezelfde job doet, de ene zal zeggen, nee, dat is onmogelijk om dit veilig uit te voeren. De ander zal ze gewoon uitvoeren. En dat is wel heel spijtig, want ja, de ene zal het ongeluk niet hebben en de ander maakt heel veel kans om het ongeluk wel te hebben. Dus waarom zeg ik dat persoonlijk is? Omdat... ja, bij ons in de firma, wij geven die macht ook wel aan elke collega heeft die macht om gewoon te stoppen met werken. Dat is echt fantastisch dat dat mag. Die worden er ook, als ze dat correct doen, worden ze er ook voor beloond zelfs. Dus dat bedoel ik met persoonlijk. Nee, je kunt dat zelf niet garanderen, maar je kunt toch heel veel voorkomen. Dus hoe zorg je ervoor? Omgeving, je zorgt... dat je de omgeving gecheckt hebt, gescreend hebt. Op het werk bijvoorbeeld doen we dat ook. Hè. Je komt ergens, je ziet, kan ik hier veilig werken? Nu, met kinderen, je ziet dat ze al ten eerste goede schoenen aan hebben, dat ze niet kunnen struikelen, dat ze het pad waarop dat ze lopen, dat inderdaad vlak is en dat ze geen putten in zitten. Daar kun je voor zorgen dat je dat doet. Nu, als er wel putten in uw pad zijn dat gaan bewandelen, ze, ja, daar kun je niet altijd voor zorgen dat die putten weggaan. Maar je kunt dan wel zorgen dat je een ander pad pakt. Dus dat noem ik ervoor zorgen. Nu, waar je ook moet voor zorgen, is dat uw collega's of uw kinderen het ook mee zijn met die denkwijze. Vooral... het eigen denken, je moet met veiligheid in feite constant bezig zijn. Als we in het verkeer zitten, moeten we dat ook. Hè? En als je dat niet bent, voordat je het weet, red ergens tegen. Je,
Je zit iets aan het doen en je moet zien dat je dat goed doet. En daar kun je toch wel veel zelf in, maar je kunt dat niet garanderen. Het is nooit 100%. Ja, veiligheid blijft een lastig iets. En ik noem het expres zo, omdat het over meer gaat dan alleen lichamelijk letsel. Het is een bepaalde zekerheid die we willen creëren. Dat kan continuïteit zijn van het proces tot en met zwaar lichamelijk letsel. We vinden het allemaal onaangenaam om met die rare verrassingen geconfronteerd te worden. Dus een deel van het verkrijgen van die controle zit hem in veiligheid. Beter gezegd, het niet geconfronteerd willen worden met die situaties. Kun je daar wat dieper op ingaan, wat je daar juist mee bedoelt, met creëren van zekerheid? We zijn er heel slecht in om echt vooruit te kijken als mens. Wat dus een van de aspecten is die ik interessant vind in mijn werk, is om de bedrijven te ondersteunen met het identificeren en inventariseren van de verschillende manieren waarop zaken fout kunnen gaan. Je ziet gewoon dat wij als mens heel erg snel genegen zijn om steeds weer hetzelfde te doen of alleen maar te kijken wat ons op korte termijn ons oplevert. En juist die wat langere termijnvisie en de mogelijkheid om wat verder te kijken dan één discipline, dat maakt veiligheid wat mij betreft interessant. Persoonlijk zelf ervaar je dat natuurlijk ook. Want ik vind het zelf ook niet prettig om in een onveilige situatie terecht te komen. Nou, dat sluit al direct aan bij de tweede vraag, maar ik kan nog even terugkomen op... Ja. Denk je zelf dat je dat kunt, een zekerheid creëren? Ik niet alleen. Ik denk dat niemand volledige zekerheid kan creëren. Volledige zekerheid, hè, dat is hetzelfde als zeggen, er gebeuren geen ongevallen meer. Of er gaan geen dingen meer fout. Ja, dat gaat niet lukken. Maar je best doen en het maximale eruit halen, ja, die inspanning kunnen we wel creëren. Om maar even zo te zeggen. Okay. Veiligheid is voor mij het moment waarop dat de mate van subjectieve en objectieve onveiligheid die er nog overschiet, dat die aanvaardbaar wordt. Dan is het voor mij, dan voelden wij je veilig, of dan is het veilig. En wat is objectieve veiligheid? Objectieve veiligheid bedoel ik mee, als je een risicoanalyse maakt. Er zijn altijd restrisico's. Het moment waarop je zegt, oké, die restrisico's die zijn voor ons als organisatie aanvaardbaar, dan is het moment waarop dat het veilig geacht wordt. Hetzelfde geldt voor de subjectieve onveiligheid. Je hebt natuurlijk de objectieve onveiligheid als persoon zelf. Maakt die risicoanalyse ook zelf in je hoofd. Het moment dat je zegt van oké, ik ga dat doen, ik ben ermee akkoord van die actie te ondernemen, dan is het in je hoofd, is de mate van onveiligheid die er nog rest aanvaardbaar. Oké. Het is een heel interessante insteek. Subjectief, objectief heeft nog niemand anders genoemd. Wat dat wel al verschillende mensen hebben genoemd, is het gevoel. Dus kun je daar misschien wat meer over zeggen, wat je daar juist mee bedoelt? Ik denk dat veiligheid en onveiligheid, dat niet een vaststaand gegeven is. Dat is voor iedereen anders. Dat is veranderlijk. Hetgeen dat wij verleden jaar gezien met de COVID, hetgeen dat wij verleden jaar als veilige omgangsregels achter elkaar een hand geven enzovoort, is nu absoluut onveilig. Absoluut not done. Dat betekent dat veiligheid dat veranderlijk is. Dat is vaak echt een gevoel dat je hebt. Dat is toch een subjectief gegeven. Op basis van ook zaken die veranderen. Hey, ook in de tijd verandert, dit jaar, verleden jaar. Dat verandert met omstandigheden. Hetgeen dat ik in COVID-tijden aanvaardbaar gedrag acht of veilig gedrag acht, vind jij misschien absoluut onveilig. Dat is toch, en hetzelfde geldt, denk ik toch, in organisaties, bij preventieadviseurs, als die risicoanalyse maken, is dat toch een persoonlijke insteek die toch heel, heel veel bepaalt. Bepaalde restrisico's zullen voor preventieadviseur A
absoluut aanvaardbaar zijn. Voor provincieadviseur B zullen die absoluut onaanvaardbaar zijn. Ja, dus we proberen altijd te werken binnen de procedures. De procedures zijn er voor ons veilig te laten werken. Soms in de praktijk is het verleidelijk voor de gemakkelijkere weg te kiezen in plaats van de geëikte procedures te volgen. En daar laat ik soms het gezonde verstand ook nog meespreken. Het boerenverstand, zal ik dat wel zeggen. Weten waar dat je mee bezig bent. De risico's zelf kunnen interpreteren. En daar een gevolg om geven in de handelingen en de acties dat je doet. Ja, het is eigenlijk één dat ze een beetje zo wat aansluit op vraag 3, dus we komen er nog wel op terug. Maar hetgeen wat je eigenlijk ziet, is van dat je probeert voor te gaan op regels. En op het moment dat de regels misschien geen 100% veiligheid niet meer geven, of dat je vindt dat er meer moet gebeuren, dat je zelf een afweging maakt. Ja, inderdaad. Ik bedoel, de regels zijn heel goed in theorie, maar de praktijk leert ons vaak dat het... soms omslachtig wordt, waardoor dat mensen ook hun concentratie kunnen verliezen of de focus op wat dat ze bezig zijn. Als je iemand overreguleert eigenlijk, gaat het zelfstandig denken elimineren. En dat is, vind ik, een van de grote gevaren van de veiligheid. Ik denk dat we dat in veel bedrijven zien, dat er heel veel inspanningen gedaan worden voor de mensen veilig te laten werken. Maar dat het toch nog altijd voortkomt van hoe dat de mensen het zelf ervaren. Hè. Veiligheid moet werkbaar zijn. Dat is een balans die je moet vinden. Ik heb jobs, ik heb het er net gezegd, dat ik heel veel verschillende functies heb gedaan. En de ene functie had al wat meer risico in dan de andere. Waardoor dat het soms... dat je zelfs het gebruik van bepaalde PBM's in veiligheid vraag begint te stellen. Kwestie van, is het echt wel nodig of maakt het mijn job nodeloos moeilijker? Je zit gebonden aan de regels. Hè, en het gezonde verstand, dat ik net zei, dat is allemaal goed en wel als het goed loopt. Maar je moet het ten allen tijde veilig blijven houden. Je mag niet... door uw eigen slordigheden, verwondingen of schade toebrengen om uzelf en anderen, om installaties. Daar dienen uiteindelijk de regels nog altijd voor. Hè. En als je zegt veiligheid ervaren, wat bedoel je daar dan juist mee? Ja, even een klein praktisch voorbeeldje te geven op mijn vorig werk. Werkten we ook met chemische producten, maar niet in die mate dat dat allemaal kankerverwekkende producten zijn. En dan gaat het soms, hè, dat was een vochtige, warme omgeving soms. 40 graden, 45 graden met een hoge luchtvochtigheid. Ja, als je dan je werkkleed aandoet, je hebt een vest aan, en je moet bepaalde handelingen uitvoeren, is het comfortabeler voor dat zonder die vest te doen. Zijn er op die moment slecht bezig? Ja, volgens de regels wel, want dat zegt, je moet in alle tijden die vest aanhouden. In de praktijk eigenlijk niet, want je zit gewoon in de sauna aan het werk. En in de sauna ga je ook doe je geen kleren aan, hè, meestal. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, in de functie die ik nu uitvoer, mag het 40 graden zijn buiten in het midden van de zomer. Als ik daar handelingen moet gaan doen, is er geen haar op mijn hoofd dat er ontdenkt voor dat in mijn short en een t-shirt te gaan doen. Dus daar is dat gebruik van die PBM's voor mij normaal. En ook stel ik dat zelf niet in vraag. Ja, dat is omdat de absolute basis is dan waarschijnlijk. Ja. De producten zijn gevaarlijker. Hè? En denk je dat veiligheid absoluut gegarandeerd kan worden? Ja, nee, er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. Je kunt de risico's zo klein mogelijk maken, zo hard mogelijk beperken. Je kunt daar gigantisch veel geld aan uitgeven. Maar... soms is de vraag, ja, brengt dat op? Het is wat ik ervoor ook al zei. Gaat dat het werk niet nodeloos moeilijker maken, waardoor dat mensen gaan beginnen met die extra regels in vraag te stellen en vervolgens de basisregels ook gaan zeggen van, ja, maar ja, het zijn zoveel regels, ik kan gewoon doen wat ik wil. En dat is iets dat ook vermeden moet worden. Ja.
Dus regulering is goed, maar er moet nog altijd, nou, ik kom er gewoon op terug, het gezonde verstand moeten blijven gebruiken. Hè. Zoals je kunt zien, het is ondertussen avond geworden. Ik heb me eigenlijk opnieuw top geamuseerd met het horen van alle antwoorden die waren gegeven tijdens de interviews. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Volgende week is het deel 2, waarop men antwoord zal geven op de vraag: bestaat onveiligheid voor u? Intussen blijf veilig en hopelijk hebben jullie ervan genoten. Tot volgende week.